zei iedereen ook, zei hij ook niet op staan. Oh, oké, zo wel. Hallo en hello. Welkom bij een nieuwe video. We hebben een reactie gehad de vorige keer van inderdaad, Orfee had gelijk, het is geen vlog. We hadden de reactie gekregen, omdat jij zegt dat het is geen vlog. Dus we hadden de reactie gekregen, nog eens uitleggen aan de papa. Een vlog is iedere dag filmen en een video is dan gewoon een video. Dit is een video, een vlog is video. Als je... Maar ben je al volledig mee, maar kan ik zo doen, niet gewoon de hele tijd kijken? Ja, maar je hebt de camera niet vast, hè? Wie zegt er dan? Kijk dat doen, kijk. Je hebt geen zo stabiele hand. Goed. Het komt erop neer, ik heb gewoon gelijk. En ik ben een vrouw, dus eigenlijk komt erop neer dat vrouwen altijd gelijk hebben. That was it. Ja, wat ging je zeggen? Ben sprakeloos. Oké dan. Je reacties de vorige keer waren, je moet meer reageren op zo'n filmpjes. Dus gaan we proberen nu en dan eens een videotje te tonen waar we op reageren. En we hebben zelfs het idee om ook iedere keer zo een titeltje van het videotje. Dus de vorige keer was dus reageren op ongewassen haar. Jij wilde dat echt tonen aan mij. Ik heb er nachten niet van geslapen. Harme, er is een nachtmerrie van een kapper. Ja, ik heb direct mijn haar afgedaan. Oh my god. Nu wil ik iets tonen. En ja, het is winter. Hé? Dus we hebben al een paar video's opgenomen. Op het ijs. In de sneeuw. Ofwel heb je die al gezien. Ofwel heb je die nog niet gezien. Maar het kan niet anders. Als er ijs is of sneeuw is. Wat doe je dan? Uitleden. En wat is er grappiger? Als je die andere persoon ziet uitleden. Sowieso leg je plat van het lachen. En soms doen mensen hele rare dingen. Dus... gaan we een reactie geven op de glijdende glijders. Mooie titel, hè? Prachtige titel. De glijdende glijders. We gaan altijd proberen zo'n unieke naam te geven. En de eerste filmpje, we gaan proberen twee filmpjes doen. En het eerste filmpje is de glijdende glijders. Eerst en vooral. Waar stapt zij of hoe stapt zij uit haar auto? Dat is haar koffer. Dat is de koffer. Dus... ze hangt aan de deur van de koffer. Dus ik vraag me af, stap jij dan uit de koffer? Of heeft zij al de tour gedaan en dan begint uit te leen? Ze kijken ze nog zelfs de wc-papier mee. Hij ze moet pipi doen, kijk. Ik moet pipi doen. Heb je zijn gsm zien vliegen? Ik heb dat niet gezien. Zijn gsm, kijk. Wacht hoor. Kijk, zie je? Wee. Wat is een schoen? Dat is een schoen. Kijk, hop. Bijna. Hop. Bam. Dat moet wel bijna wat pijn doen. Oh nee, je staat nog recht, dus oké. Dat was echt vanochtend bijna. Met zijn winkelkar. Wat gaat hij doen met die? Bye. Wat denkt hij nu van te doen? MT? Boom! Ik dacht van, Catino. Ah, van de vuil zat buiten zei. Stop, toch niet. Loopt. Doing. Alle drie. Strike. Die had zijn auto. Wat is dat? Allee, die had dus zijn auto. Ik denk. Defrosting in het Engels, ontijzen. Zo'n schrapertje. Ja, niet zo'n schraap, dus met heet stoom, dat je zo het ijs wegdoet. Dus ik denk dat hij dat gaat doen. Je had beter eerst de vloer gedaan, hè. Je staat nu op ijs. Ah ja. Dus ja, je weet sowieso dat afloopt, hè. Die gaat gewoon op zijn smikkel. Smikkel.
Doei. Nee. Kijk als een detector van... Bruh. Bruh. En niks, gewoon niks doen. Kijk gewoon. Kijk, bruh. Wat niet proberen te rennen en boom aan. Oh. Dat moet pijn doen. Ik don't know how slippery that thing is. Zes, ik kan je via trapjes aan. Hoe voel je alleen? Wel, waar is dat? Zes, wake your slip. Oh, die schaapjes. There they go. Wel zien, hè. Oh, no. Ben voor mij. Heb je nou alles, hè? Zo, de eerste zijn van... Oh, er. Te vuil. Doei. Oh. Die gaat ook, kijk, die is ook zo van... Da. Maar die proberen nog zo wat tegen te gaan, die anderen nog zo van... Doei. Goh. Slip. Oh, happy pain. Kijk, kom nou. Wat moet je nog een keer aan je zet er. Wacht hoor. Kijk. Oh, mijn god. Als je het zo valt met een bende, is het gewoon dat glad is. Ze blijven maar gaan, hè. Oh, dat doontje. En zit daar water op. Ei. Au. Daar in doet het dan hem. Au. En je ziet dat ook zo. Ktoenk. Beetje terug. Dat is nog een keer aan kijken. Beetje terug. Hetzelfde helpt Briggs gewoon naar binnen. Beetje terug. En go. En dat wel leuk zo. Echt zoals een kaboom boom. Heel voorzichtjes, met daar de roze wand zien aan. Dat zien we dan zien. Oh! Oh, er was een pirouetje. Nice. bijna. Nee. Ik ga niet vallen. Oké, het is veel, denk ik. Tussen daar. Ben bij de auto. Voilà, het is goed. Ben er. Chic. Ah ja, maar dat is niet meer gevallen. Ah ja, toch. Ben er bijna geen stapje. Vraag mij dan gewoon af, hoe ga je een auto heen? Ja, als dat zo glad is, dat is iets te hakken. Gewoon echt niet wel zetten. Ben er bijna zo heen. Joha. Oh my god. Dat was het alweer. Dat is. Maar we hadden nog een tweede filmpje. En dat noemen we dan de drinkende dronkaars. De mensen die dronken zijn. Altijd hilarisch. We gaan doen. Dan je poortje erop. Sukkel! Lekker achter zijn hoofdschop. Kan nog een shotje drinken, zegt hij. En dan het vuur erin. Santé. Zo is dat vuur. Ja, dat is speciaal. Oh! Blijkbaar is het nog niet snel gedaan. Heb die anders gekregen? Die anders zo van een sukkel. Hopla! Flasje, tom! Die andere hond is verpoed op en dan tunk. Waarom doe je dat eigenlijk? Stoer zijn. Hij wou erbij horen. Ja, blijkbaar, maar je hoorde er niet mee.
Gewoon klonk redelijk hoog. Die gaat bij het skateboard. Hopla. Is dat niet mis? Dat is gelijk. Oh, oh. Oh, dat was maar op. Mijn zenuw of haar hoofd. We zetten op de bus en we gaan een beetje zingen en we gaan een eentje drinken, maar we krijgen niet meer open. Je draait de hele tijd op en toe. Op en toe. Zo lang dat hier lang. En nu trak je. Op de trap, hoor me. Oh, die is. Oh my god. Oh, dat was eng, oké. Nummer 2. Wat weet je? Dat is geen vader. Kijk. Ja, je bent zo. Oh my god. Oh. Mag ik dat proberen? Nee. Dat ik dan aan denk van, hoe kom je erbij? Dronken zijn. Hoe kom je erbij? Allee. Ergens moet er toch een puntje zijn die zegt van, ik ga een keer mijn stok tegen ze opslaan. Ik ga een keer kijken. Mag dat je demonstreren? Nee. Ik ga een keer kijken wat dat effect daarvan gaat zijn. En ik ga dat doen terwijl dat die drinkt. We gaan een keer zien. Allee, jong. Vraag me af wat je verwacht dat er gaat gebeuren. Ik moet dat terugzien. Ik ga niet kijken. Kijk, en echt. Kijk, misschien staan ze echt zo'n... Kijk, om mijn hart te slaan. Echt, volley. En nu nog een keer... Maar ik zie ook gewoon die lat heel kraal langs de zet zo. En alles weer aan het draaien. Nog altijd, ik heb door. Het gaat niet. Wat gaat hij nu doen? Pistoletje. Ik dacht dat het een aardappel was. Of het is een aardappel of een koek, ja. Wat was dat zelf? Kat vangen! Ik heb het niet. Mijn hoofd heeft het. Kat vangen. Wat is dat? Ik heb het niet. En dan direct zo... Die valt er al. Dat is mijn kant te traaf. Voilà, dat was glijdende glijders en drinkende dronkaards. Vond je deze reageren op glijdende glijders en drinkende dronkaards weer leuk? Geef dan alvast een blauw duimpje en abonneer op ons kanaal om meer op de hoogte te zijn van onze vlogs, challenges en we reageren op iets. Ja. Amai, wanneer doen we dat eigenlijk allemaal? Abonneren, er komt altijd wel nog iets leuks. En geef een reactie wat je vindt van deze video. Dat is altijd belangrijk dat we weten wat jullie vinden ervan. Opbouwende kritiek vinden we heel leuk. Afbrekende kritiek trekken we ons niks van aan. Zo. We reageren er zelfs niet op. Voilà. Ciao.